De burgemeester, politie en het Openbaar Ministerie hebben zelf de externe commissie ingesteld om de gang van zaken te onderzoeken. In het rapport oordeelt de commissie dat betrokkenen een behoorlijke prestatie hebben geleverd. Maar in deze uitzonderlijke en bijzondere zaak niet goed genoeg. Wat hier aan de hand was, dat is dat de verantwoordelijkheid van de vermissing, die ligt helemaal bij de politie. En de verantwoordelijkheid van de opsporing ligt bij de politie onder het gezag van het Openbaar Ministerie. Hier was sprake van iets wat samenliep. En op een paar punten ging dat soms iets lastiger. Maar... Zo werd alle informatie niet naar één centraal punt gestuurd, waardoor niet alles op het juiste belang werd ingeschat. En had de politietop eerder de leiding over moeten nemen. Er is niet eerder voor gekozen omdat het moment om die keuze te maken zich nog niet voordeed. Want vanaf het moment dat de melding binnenkwam zijn 40 mensen in de wijk aan het zoeken geweest naar Milly. Er is een rechercheonderzoek gestart. Er zijn bijzonder opsporingsmiddelen ingezet. En pas later in de nacht bleek dat het nodig was om middels een grootschalig onderzoek, waarbij in ieder geval in een heel breedte van een groot onderzoek verder gezocht moest gaan worden. De korpschef staat achter de beslissingen die zijn genomen en zouden onder zijn directe leiding niet anders zijn geweest. Justitie bestrijdt dat op de avond van een vermissing grootschalig woningen doorzocht mochten worden. Want wij hadden op dat moment, in die nacht, volstrekt onvoldoende argumenten om al die woningen binnen te gaan en tegen al die mannen te zeggen, want daar ging het om, u wordt verdacht van wederrechtelijke vrijheidsberoving of andere delicten. En wij willen in uw woning kijken of wij daar het meisje kunnen vinden. Commissie Leeuwe heeft een aantal aanbevelingen opgesteld om zo'n onderzoek voortaan nog beter te laten lopen. Justitie heeft die inmiddels opgepakt. Dat we sneller op het bureau zijn om met de politie op leidinggevend niveau te overleggen welke beslissingen genomen moeten worden. Dat we scherper met de burgemeester en de politie kijken hoe we de woordvoering doen als er ook sprake is van maatschappelijke onrust. En dat we met elkaar kijken op welke manier die samenwerking tussen politie en Openbaar Ministerie bij vermissingen en criminaliteit beter op elkaar kunnen afstemmen. Dit is dat rapport van de Commissie van Leeuwen. Wat hebben wij, u en ik hier nou aan? Nou, hier staat duidelijk in te lezen wat de politie heeft gedaan, wanneer en waarom. Zo kon er niet een politiehond worden ingezet, kon er s'avonds nog geen helikopter vliegen en zijn er direct telefoontaps geplaatst. En ook zijn er heel veel mensen ingezet. Waarom dacht dan toch iedereen dat de politie liep te blunderen? Nou, dat hebben ze zelf veroorzaakt, omdat ze niet met ons, met de buitenwereld, communiceerden. Zo was van begin af aan duidelijk dat er sprake moest zijn van een misdrijf. Maar de politie vertelde ons steeds dat alle opties open waren. Ook op de dag dat het lichaam van Milly Boele werd gevonden, weigerde politie en justitie urenlang om ons iets te vertellen. Dat is dan ook een van de aanbevelingen uit dit rapport van de commissie. Politie en justitie moeten beter communiceren met de buitenwereld. Maar openheid geven leidt voor politie en justitie niet zozeer een aanpassingje, maar een totale cultuurverandering.